Yo jongens en meisjes, super chill dat jullie kijken naar onze vlog. Mijn naam is Wendel. Mijn naam is Lisa. En vandaag gaan we zelf een instrument maken. De hobo. De hobo. Dat zeg ik, de hobo. Wat zeg jij? De hobo. Zie je mijn boeien? Wat? En mijn boeien. Boeien? Maar het is hobo. Wij hebben vet veel respect voor de hobo. Ja, want de hobo is gemaakt van hout. En hout komt uit de natuur. Respect. Respect voor de natuur, want hout is gemaakt van takken. En wij hebben tanken veel respect voor takken. Daarom zijn we op zoek naar een grote stevige tak. Ja, een tantoe stevige tak waar we gaatjes in kunnen check maken. Check deze. Deze is vet goed. Nee, Lies, die dikke. Oh, dat heb ik al niet gezien. Deze is kapot goed. We nemen hem mee. En nu hebben we alleen nog rietjes nodig. Maar bij de hobo blaas je door twee rietjes. De hobo. En rietjes zijn gemaakt van riet. En riet is ook natuur. Respect. Respect voor de natuur. Respect voor riet. Riet goed langs de waterkant. Kijk maar. Wim! 1, 2! Eerst hebben we gaatjes gemaakt in het dak met een zakmes. Ja, kijk, zo. En nu gaan we deze twee rietstengels eraan vastmaken. Ja, want de hobo is eigenlijk gewoon een tak met gaatjes met daarbovenop twee rietjes. Wim! Hij doet het niet. We hebben andere rietjes nodig. Het ligt aan de rietjes. Ja, gewoon van plastic. Respect voor de natuur, maar we hebben plastic nodig. Alsjeblieft. Het is prachtig. Dank u wel. We hebben echt tantoe hard geoefend. Als je de hobo net zo vet vindt als wij. Ja, als je de hobo net zo vet vindt als deze video. Geef ons dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Dan gaan we die 20 likes. Duimpjes!